My green stick. Ik voel letterlijk mijn poriën zuiveren. Ik voel letterlijk niks. Ik voel niet mijn poriën zuiveren. Die meiden zijn allemaal zo blij met hun product. Die staan er allemaal echt te paraderen. Zo'n goed product, echt ongelooflijk. Zou dat licht geven in het donker? Het is echt aan het pieken mijn gezicht. Mijn gezicht is gewoon geruineerd door my green stick. Goed. Ik kan echt niet de enigste zijn die overspoeld wordt met die stomme reclame van My Green Stick. Het is echt gewoon heel vervelend aan het worden. Vroeger hadden we zo van die bol.com masterclass program reclames van hey, wil je ook heel veel geld verdienen? Je hebt me vaker gezien. Als ik jou target, betekent dat dat het goed is. Dat betekent dat Google... We hebben ook de TikTok-schooiers, zo die livestreamers en die vragen om raketten en zo. Come on! Mijn lieve top gift, dus come on, gift, gift. Ook bloedirritant. Maar nu hebben we iets nieuws op de markt, My Green Stick. Oh god, heb ik ook nog een groene trui aan en ook een groen drankje. Ongelooflijk. My Green Stick. Ik kom het letterlijk dagelijks wel 4 of 5 keer tegen op Instagram. Ik denk ook wel 2 tot 3 keer per dag op TikTok. En het komt mij echt gewoon de spuigaten uit. Het is niet te doen. Nu, deze reclame... Ik heb heel lang last gehad van blackheads op mijn neus. En na 2 keer gebruiken waren ze letterlijk bijna weg. Ik voel letterlijk mijn poriën zuiveren. Mijn huid voelt echt alsof het een soort van boost heeft gekregen. Met allemaal vitamine en mineralen. Dit is zo zacht. Mijn huid voelt... zo zacht. Ook de roodheid in mijn gezicht is afgenomen. Hebben jullie vast echt al heel veel voorbij zien komen. En die vrouwen zijn blijkbaar helemaal fan van het product. Oh, ze kunnen er niet meer zonder. Het is helemaal fantastisch. Ja, het is toch wel echt een lifesaver. Het is echt, ik heb zo'n beetje het gevoel dat ze er echt heel gehecht aan geraakt zijn. Aan die green stick. Nu, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb echt letterlijk bijna nooit puisten op mijn gezicht. Maar zo meeeters bij mijn neus. En zo naast mijn neus. En hier zo, die T-zone noemen ze dat. Dat heb ik wel. En toen zag ik dit stukje reclame. Ik heb heel lang last gehad van blackheads op mijn neus. Ja, ik weet niet, dat pakte mij toch. Want dat was toch echt een beetje mijn levensverhaal beschreven in gewoon 3 zinnen. Dus ik had zoiets van, kijk Jonathan, ik voel toch een connectie met My Green Stick. Misschien moet je het wel eens proberen. Ik word er helemaal emotioneel van. Het was echt, oh, ik dacht, het komt gewoon van boven. Ik dacht, My Green Stick is op mijn pad gekomen. Dit is mijn lifesaver. Jonathan, je gaat nooit meer zwarte puntjes op je gezicht hebben. Vette huid, meeeters. Niet dat me echt iets boeit, maar oké. En kent het, dan zie je zo op die reclame zo van die gevallen dat je denkt, oké, die hebben wel echt heel veel acne. Wat niet erg is natuurlijk. Maar dan denk je, oké, in mijn geval, als ik een klein beetje heb, dan gaat het zeker werken. Want als het bij hun werkt, dan zal het bij mij ook wel werken. Dus ik heb het gekocht. Ik ging naar de site... Ik kwam bij de shop terecht en ik zag dat My Green Stick €34,95 kostte. Oh my god! €34,95. Ik verwacht voor dat bedrag wel echt een volledige facelift. Dus we gaan het zien. En dan zou je denken, €34,95, dat zit er klaar. Absoluut niet. Komt er ook nog een keer €2,95 verzendkost bij. Oh hell no! Ik heb bijna €40 betaald voor My Green Stick. Oh, beter wordt deze video goed bekeken dat ik mijn €40 er terug uithaal. Want dit is echt een scam. Ik voel het nu al. Ik ga het lekker voor jullie testen. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven. Ja, ik ga gewoon mijn eerlijke gezouten mening geven of het product werkt. Of dat die meisjes echt terecht zo blij mogen zijn met een My Green Stick. We gaan het allemaal zien. Ik laat het volledig op mij afkomen. Maar ik heb al een lichtbruin vermoeden. Of een groen vermoeden. Nu, ik heb de verpakking open gedaan. Het ziet er wel op zich qua verpakking redelijk oké uit. Maar wel echt zo met een papiertje, zo'n wikkeltje dat je denkt van oké, dit kun je echt voor €2 op de markt kopen. Snap je dat je er zo 1 koopt en er 3 gratis krijgt? Zo, dit krijg ik qua gevoel een beetje. Vaak als dat zo echt dure producten zijn, dan is dat zo een dik folietje. En dit is echt gewoon waardeloos. Oké, maar we gaan er gewoon nuchter in stappen. Wat staat erop? My Green Stick Cleansing Mask, our favorite greens. Green clays, aloe vera, centella, matcha en green tea. 75 gram. Lijkt een beetje op een deodorant. Het is 100% vegan, cruelty free. Reinigt de huid grondig, maar behoudt alle hydratatie. Breng het masker aan op een gereinigde huid en vermijdt de oogzone. Ah! Met liefde gemaakt, staat erop. Met liefde. Ze zullen dan eerst een keer een productje wat iets klaren van prijs moeten zetten. Zo, want €34,95. Ik kreeg bijna een hartverzakking. Ik doe het product open. En wat zit erin? Oh god, een My Green Stick. Hoewel zeggen dat het zwaar is. Het is echt zo een betonblok. Oké. En dan zou ik hier maar moeten draaien en dan komt het naar boven. Oké, top. Ja, ja.
gewoon een groene verf, hè. Ik krijg zo'n beetje de vibe dat we zo naar Agent gaan en dan zo hup, even twee strepen op je gezicht. Of zo België, EK, WK, ken het zo. Even een keer uw gezicht, kom. Drie strepen. Nu, My Green Stick is wel echt super lief, want ze hebben mij een tutorial opgestuurd via mail hoe dat je dit product moet aanbrengen en ik ga de tutorial volgen. Nooit gedacht dat ik ooit een beauty kanaal ging starten, maar hier ben ik. Hallo iedereen. Hey guys. Hello guys, what's up? Hoe doen jullie dat? Zo die beauty... Wacht, hoe noemt die Jeffree Star? Welcome back to my channel. Ik ga eerst even een foto trekken van mijn zoon hier, dat we zo'n before en een after hebben, want dan moet dat tegenwoordig. Dat is allemaal... Allee, ja. Oké, ik ga de tutorial volgen. Stap 1. Reinigen met een gewone cleanser. Ik ga even iets halen. Ik gebruik gewoon de toner water van de Lush. Dat is het enige wat ik van cleanser in huis heb. Dat is niet echt een cleanser, maar weet je, boeit me zo weinig allemaal. Ik gooi het gewoon op mijn kop. Hup, klaar. Afspoelen met warm water om de poriën te openen. Oké, ik heb hier een washandje. Nooit gedacht dat ik dit op YouTube ging doen. What a vibe. Klaar voor My Green Stick. Het masker aanbrengen. Je handen worden niet vuil. Ja, zou het er nog aan mankeren. Oké, dan moet ik even goed kijken. Ah ja, oké. Ah, het smeert wel lekker uit, moet ik zeggen. What a vibe. Ik moet wel echt zeggen, daar moet ik wel eerlijk in zijn, het smeert heel lekker uit. Het is precies omdat ik gewoon zo mezelf aan het inkleuren ben met een... met een of andere krijtstift of zo. Ik voel letterlijk mijn poriën zuiveren. Ik voel letterlijk niks. Ik voel niet mijn poriën zuiveren. Alles behalve. Ik voel een vieze plaklaag op mij zitten. Dat voel ik. Poriën zuiveren. Make that the catwife. Echt waar. Hoe kun je je poriën voelen zuiveren? Dat moet je mij een keer vertellen. Oei, die zoen is gelijk wel moeilijk. Maar met die stik. Oei, ja. Bijna al een oog. Ja, oké. Ik denk niet dat het beter dan dit gaat worden. Stel je voor dat ik een plekje vergeet. Het kan drastische gevolgen hebben, uiteraard. Ik voel mijn ogen pieken. Niet mijn poriën zuiveren. Oké. Ik denk dat ik klaar ben. Hey yo, wat is dit? Ik moet wel zeggen, het ruikt wel lekker. Allee, zo gewoon lekker neutraal. Ik denk echt dat zo niks van effect gaat hebben. Ik voel nu al dat er gewoon klei op mijn kop heb gegooid. En dat gaat waarschijnlijk wel ietsje zachter zijn of zo. Maar sorry, maar je ziet op die reclame dat dat product door je poriën gaat. Het is precies als een beerput aan het leven zijn. Gadver, echt waar. Hoe kunt je nu zo je product in beeld brengen? Echt degoutant. Oké, ik moet het nu een kwartier laten zitten. Ik ga even een masker opdoen. Een masker opdoen, was eigenlijk een wekker aanzetten. Ik begin al helemaal high te worden van de lucht van de matcha. Dat en van de aloe vera. Wekker. Stop, wacht hoor. Time. Ik vind het altijd moeilijk. Ben ik de eerste die daar moeite mee heeft? Waar is een wekker, waar is een stopwatch en waar is een timer? Wie zal het zeggen? Ja, ondertussen ben ik al een minuut aan het leuteren, dus ik ga het op 14 minuten zetten. Ik ga vrolijk even wachten en ik zie wel wat er gebeurt. En dan kom ik zo meteen lekker bij jullie terug. Ik voel dus werkelijk waar niks, hè. Beter kijken jullie deze video 3 keer achter elkaar of zo en kijken jullie alle advertenties uit. Zodat ik dit bedrag terugverdien, hè. Want hallo, ik wil geen verlies maken op My Green Stick. Ondertussen ga ik wat influencen. Die meiden zijn allemaal zo blij met hun product. Die staan er allemaal echt te paraderen of dat gewoon echt de boyfriend is waarmee dat ze gaan trouwen. Zo'n goed product, echt ongelooflijk. Het heeft mijn leven verbeterd. Mijn huid voelt echt... Nee, ik kan er niet meer zonder. My Green Stick. Ik moet zeggen dat ik echt koppijn heb gekregen van die lucht. Echt geen grap. Ik heb zo'n beetje... Ik weet het niet. Het is subtiel, maar doordat het op je gezicht zit, ademt je wel al die lucht in en krijg je er een beetje koppijn van. Of ik ben gewoon te druk, dat kan ook. Nou, ik heb het zo gehad. Hoeveel minuten moet ik nog? Nog 7,5. En ik ben een beetje te pieken. Ze ben ik er zo allergisch aan of zo. Jonathan zwelt op door My Green Stick. Heb ik wel direct een clickbait titel. Dat alweer wel, dat alweer wel. Zeg Flappies, nu dat we toch aan het wachten zijn. Zaterdag is het weer Dancing with the Stars. En ik zat in de gevarenzone met Delphine. Het zou heel leuk zijn, moest jullie op GoPlay ook stemmen. En zaterdag ook even een sms'je sturen. Want ik wil nog langer dansen dan volgende week. Ik wil niet nu zaterdag afvallen. Echt niet. Maar ik zeg het, voel je niet verplicht om te stemmen, maar het zou wel heel lief zijn. Nog 4 minuten.
Bij deze doe ik ook nog even auditie voor de nieuwe Shrek-film. Ik kan mijn kopje niet serieus nemen. Wat is dit? Zou dat licht geven in het donker? Ik heb het gevoel dat als ik het licht nu uit doe, dat ik gewoon zo naar mijn kop ga schijnen. Oké, de tijd is om. Ik ga het nu afwassen met lauw water. Wacht, dan moet ik even kijken voor onze tutorial. Ja. Ja. Afspoelen met warm water en dan moet ik een moisturizer aanbrengen. Ook voor die met een vette huid. Met een moisturizer. En dan zeggen ze ook nog dat ik het 2 tot 3 keer per week moet gebruiken voor 1 maand. Hoogstwaarschijnlijk ligt die na 2 dagen in de vuilbak, maar oké. Ik ga het nu afspoelen. Het is ervan. Mijn huid voelt echt alsof het een soort van boost heeft gekregen met allemaal vitamine en mineralen. Ik voel geen boost van mineralen en vitamine en mineralen en wat ze allemaal zegt. Ook de roodheid in mijn gezicht is afgenomen. De roodheid in mijn gezicht is afgenomen. Ik ben een tomaat. Ik weet niet wat dit is, maar ik denk dat mijn huid er niet zo lekker op gaat. Ik ben echt een beetje geïrriteerd. Kijk, ik weet niet of je dat ziet. Ook de roodheid in mijn gezicht is afgenomen. De roodheid in mijn gezicht afgenomen. Gillen, moet dit zien, jongen. Het voelt ook heel piekerig aan. Het is echt aan het pieken in mijn gezicht. Maar dat kan misschien omdat mijn poriën wagenwijd openstaan. Volgens mij echt, de poorten staan gewoon open. Dit is zo zacht. Mijn huid voelt... zo zacht. Ja, oké, het voelt wel redelijk zacht. Maar ik denk dat dat gewoon komt omdat zo, dat masker, dat is zo wat poederig. En ja, als je een beetje poeder op je gezicht doet, voelt dat automatisch wat gladder aan of zo. Ik weet het niet wat ik ervan moet vinden. En eigenlijk, hoe meer dat ik erover wrijf, hoe meer geïrriteerd dat wordt. Dus dit, ik vind het niet echt een vibe, als ik eerlijk ben. Ik ben echt knalrood en toupeen. Ik wil dit even op mijn kop gooien. Omdat dit wel goed is. Oh boy, dat piekt. Mijn gezicht is gewoon geruineerd door mijn green stick. Trouwens, Lush, als jullie mij nog willen sponsoren, doe het alstublieft. Ik weet dat jullie kijken. Ik ben wel fan van jullie. Ik zie er gewoon echt nog slechter uit dan in het begin. Echt, het is heel heftig dit. Mijn gezicht ziet toch rood. Je ziet toch echt dat het rood is. Eindoordeel van My Green Stick. Ik vind het echt een smerige scam stunt. Het is echt gewoon puur... Ik kreeg een beetje het gevoel dat ze gewoon producten hebben ingekocht in China voor 2 cent. Daar een nieuwe wrap rond hebben gedaan en dan nu doorverkopen in België en Nederland. Het is echt gewoon pure dropshipping. Het werkt, want aangezien, ja, als ze goed adverteren op TikTok en op Instagram, zijn er heel veel mensen die hun reclame zien. Heel veel mensen die erin trappen, waaronder ik. Mijn bril zit helemaal te bedampen zelf. Zo'n crisis is dit veld momenteel. Nee, maar 34,95, dan nog 3 euro verzendkost. Ik denk echt dat ik gewoon 10 keer de prijs heb betaald voor hoe dat zij dat hebben ingekocht. Ik denk echt dat dit 3 euro waard is. Zo 3, 4 euro max. Kan niet anders. Want het is nu ook niet dat er goud in vermengd zit of mirren of wat, ik zeg niet meer. Het is geen cadeau van de 3 wijzen, absoluut niet. Nee, nee, het is gewoon een dropship product. Zo werkt het nu eenmaal. Goedkoop inkopen en duur doorverkopen aan domme mensen. That's it. That's it. Dus flappies, als ik jullie 1 tip mag geven. Als je nog een keer de My Green Stick reclame ziet, spoel lekker door. Koop het niet. Geef je geld aan andere dingen uit. Aan Lush bijvoorbeeld. Lush is wel lekker. Lush is de vibe. Lush is ook wel duur, maar wel deftig en goed. En goede producten. Maar dit. My Green Stick. Ik vraag me ook echt af hoeveel dat die meiden, hè, Samantha, Shania en Kimberly, hebben gekregen voor dit te promoten. Dat vraag ik me echt oprecht af. Dat kan niet dat die daar niet grof geld voor hebben gekregen. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Kijk, en trouwens, die glow dat ik nu op mijn gezicht heb, dat is echt puur door dit, hè. Dat geeft altijd zo'n beetje een glow. Maar de roodheid, wat is dit? Echt waar. Ik ga zelf geen afterfoto nemen, want ik denk dat jullie allemaal gewoon gedeouteerd zijn. Oké, dat was het. Super bedankt iedereen om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Geloof het internet niet. Besteed je geld aan nuttige dingen. En niet aan My Green Stick. En dan... En dan wens ik jullie verder nog een hele leuke dag. Ik hoop dat het studeren goed gaat bij de studenten en dat jullie gewoon dik knallen met jullie examens. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video.